Oké, dames en heren, vandaag een iets andere video dan normaal. Ik heb zoals je ziet al mijn vest omhoog gedaan, want ik wil graag mijn tattoo nog niet laten zien. Maar voordat ik mijn verhalen achter mijn tattoos vertel, wil ik jullie eerst vertellen dat als deze video 12.000 likes haalt, dat er dan morgen weer een nieuwe video is. Zo simpel is dat. Dus geef alvast een duimpje omhoog en dan gaan wij beginnen met Kelvin. Oh. Gisteren gaf ik 2 space scooters weg en de winnaars staan nu bekend op Snapchat. Volg me op Snapchat en dan zie jij of jij misschien wel de winnaar bent van een space scooter. En dan vraag ik natuurlijk af, Kelvin, wat geef je vandaag weg? Nou, ik ga een videobericht van je inspreken, als je dat wil. Speciaal voor jou, of nu een uur moet zijn, of 10 minuten, of 1 minuut. Maakt me geen reet uit, maar ik ga gewoon een filmpje maken en naar jou toesturen, zo simpel is dat. Dus wil je nou kans maken op die prijs? Dat kan door een reactie achter te laten hieronder en te abonneren op de Kelvlog. En dan ben jij misschien wel de winnaar. Oké. Het is tijd voor deze video. Ik heb een aantal tattoos laten zetten. Ik wou laatst al een tattoo en toen dacht ik, weet je wat, ik ga er gewoon een aantal laten zetten. Omdat ik best wel een aantal dingen had waarvan ik denk, yo, dat wil ik graag aan jullie vertellen. De eerste zit aan deze kant van mijn nek. Ik vind het wel pittig, man, om het te laten zien. Hij is nog niet helemaal, oké. Dit is hem. Zoals je kan zien, is het, dit is een arend. Ik vind het belangrijk dat jullie weten waarom ik deze tattoos heb laten zetten, zeg maar. Dus... bij deze, dit is een arend. Deze arend is, staat symbool voor een gymleraar die ik ooit had. Die heette Arend Kampinga. En Arend was eigenlijk de enige leraar die ik had op school. Waarvan ik dacht, joh, jij begrijpt mij, weet je. Jij bent gewoon iemand waarvan ik denk, ik kan een gesprek met jou aangaan zonder dat jij het gevoel hebt dat je beter bent dan ik. Want leraren hadden dat gewoon vroeger bij mij. Arend heeft dit, ik dacht, ik zet hem gewoon op mijn nek. Arend heeft fucking veel voor me betekend. Hij is degene geweest die altijd tegen mij heeft gezegd, Kelvin, ga nou gewoon door, jongen. Weet je, zet het gewoon op een school. Maak school gewoon af en ga dan die filmpjes maken. Maar zet eerst gewoon door. Terwijl hij gymleraar was, weet je. Dus hij was gymleraar, was super raar. Want hij was wel echt de meest motivatie dude die ik ooit heb gehad. Dus vandaar deze tatoeage. Ik heb nog een aantal meer. Ik heb hier een wat grotere tatoeage laten zetten. Zoals je ziet, deze is al wat beter. Is dit een doodshoofd? Een doodshoofd met een slier doorheen. En hier ook kronkels. Ja, deze vond ik eigenlijk gewoon mooi. Dat was het eigenlijk voornamelijk. Fucking hard. Dus bij deze. Oké, nou heb ik nog een aantal andere tatoeages. En die wil ik jullie ook laten zien. Daarvoor moet ik wel even mijn vest uitdoen. Ik vind deze wel extra. Ik vind deze wel echt wel fucking heftig. Wacht, ik doe eerst deze. Ik ga jullie eerst deze laten zien. Zoals je kan zien, dit is een duiveltje. Dit is wel belangrijk. Deze is wel heel erg belangrijk voor me. Dus persoonlijk. Dit vind ik ook best wel. Dit vind ik wel moeilijk om over te praten. Ik was namelijk ooit ergens op vakantie. Dat was op een camping. Volgens mij was het 2008, 2009. En er was een man. En die heeft best wel wat rare dingen met me gedaan. Gewoon fysiek ook en shit. En ik vind dat, ik vond dat niet kunnen. Dat wil ik gewoon even vertellen. Dat heeft niks met de tatoeage te maken. De tatoeage heeft te maken met het feit dat ik daar wel op diezelfde camping een meisje tegenkwam. Ze heette Rosalia. En Rosalia, die was ongeveer 1,97 meter of zoiets. Lang blond haar. Gewoon mooie hakken, weet je. Gewoon mooie kuiten had ze ook. Maar zij was gewoon... zij is denk ik de allermooiste babysitter die ik ooit heb gezien. Echt de allermooiste babysitter. Zij droeg baby's op haar schouders, op haar kuiten. Ze had zulke grote kuiten dat ze gewoon haar baby's op haar kuiten kon dragen. En ik zag haar, ik was zo onwijs verliefd op die vrouw. En ze heette Rosalia Kemper volgens mij. En haar tweede naam was Duvel. Rosalia Duvel Kemper. En daarom, weet je, zij was ook echt een duiveltje. Dus bij deze aan het zetten, want ik vond gewoon belangrijk dat ik weet dat ik kan aan het denk, snap je? Dus Rosalia, als je dit ziet, zoek me alsjeblieft op. Ik heb een tatoeage voor je laten zetten. Ik heb een duiveltje op mijn pols laten zetten, want dat zo ben je altijd gewoon een soort van bij me, snap je wel wat ik bedoel, Rosalia? Oké, de volgende tatoeage heb ik op de andere arm staan. Dat is deze. Dit is een matrozenmeisje, een matrozendame. Zeg maar een supermooie vrouw en tegelijkertijd matroos. En wat ik belangrijk vind aan deze tatoeage en aan deze vrouw is dat zowel, zeg maar, dat een persoon mag zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken hebben. Snap je wel? Dus als ik, zeg maar, ik als man zijnde, als ik gewoon eens een keertje wil twerken, dat ook mannelijk.
mag, weet je? Dat ik dat oké vind. En dat vind ik gewoon belangrijk in het leven. Dat je, ongeacht of je man of vrouw bent, of dier of biseksueel of transgender, dat maakt me helemaal niks uit. Maar dat je gewoon kan doen waarbij je prettig bij voelt. En deze vrouw vond ik belangrijk, want deze vrouw is super mooi. Is gewoon een mooie vrouw. En tegelijkertijd heeft ze een matroospak aan, wat best wel gewoon mannelijk is, weet je? Dus als je dat ook combineert, dat niet erg is, snap je? Dat het leven draait om het feit dat dingen zoals dat niet erg zijn om naar buiten te dragen. Dus daarom heb ik deze tatoeage gezet. Nou heb ik nog een aantal tatoeages voor jullie die ik jullie graag wil laten zien. En daarvoor ga ik echt wel eventjes mijn shirt of mijn vest uitdoen. Dit zijn de lastigste tatoeages. Deze vind ik het allermoeilijkst. Deze tatoeage zit op mijn... Dit heb ik expres op mijn schouder gedaan. Expres op deze plek. Zoals je misschien kan zien is dit een spin. En ik vind dit vind ik misschien wel de moeilijkste om over te praten. Ik word toch wel even emotioneel van, sorry. Deze spin. Ik heb deze op deze plek gezet. Want ik ben ooit... En ik was volgens mij 2 maanden oud. Toen heb ik... dus 2 maanden oud, weet je. Op dat moment waarop je ongeveer je schouders begint te krijgen als kind zijnde. Ik heb deze tatoeage laten zetten omdat ik... En ik ben hier niet meer bewust van. Want ik was nog maar 2 maanden oud. Maar ik ben ooit gestoken door een tijger. Die tijger, die heette de Spider Tiger. En de Spider Tiger heeft iets heel erg raars. En de Spider Tiger is lastig. Want als hij je steekt, hij stak me met een van die nageltjes aan zijn voeten. Als hij je daarin steekt, gaat het ontsteken. Daarom ook het woord steken, want snap je? Dus dat was onwijs kut ervaring voor mij. Nogmaals, ik weet niet waarom, maar blijkbaar zei mijn moeder dat ik enige wat ik nog kon doen in het leven toen ik 2 maanden was, nadat ik was gestoken door de Spider Tiger, was het geluid van een tijger nadoen. Het was super raar. Ik kon nog niet eens praten en het enige wat ik wel kon was een tijger nadoen. Dus ik kan het nog steeds heel goed. Ik zal het jullie even laten horen. Snap je? Dat komt voort uit het feit dat ik ooit de Spider Tiger ben gestoken. En dat heeft me wel gevormd, want soms praat ik met mensen en dan één keer... Snap je? Dan gebeurt het in één keer. Dus als ik dan met jou bijvoorbeeld zou praten over het leven en op doe ik dat. Net als nu, dan kan ik in plaats van te vertellen, kan ik gewoon deze tatoeage laten zien. Oké, nu is het tijd voor de allerheftigste tatoeage die ik heb. Volgens mij hebben jullie misschien al wel gezien. Dit is de allerheftigste tatoeage die ik heb. Ik heb hem ook best wel op de meest zichtbare plek gedaan. Ik bedoel, naast deze dan. Dit is een wolf. Ja. Ik was zeg maar ooit op vakantie in Canada. En daar heb je weerwolven. Daar heb je wolven lopen. Wolven die als je 's nachts gewoon door de bossen loopt, dan hoor je gewoon... Auw! Dat hoor je dan. En dat is best wel heftig. Dat heeft best wel impact op me gemaakt. Best wel intens was dat. Kijk, weet je wat het was? Ik liep daar ooit door het bos. Ik was volgens mij 6,5 jaar oud of zoiets. 6-7 jaar. En ik... Oh shit. Dit vind ik wel echt lastig om te vertellen. Toen stond ik daar en ik zag iets. Ik denk, wat de fuck is dat? En het beweegt en het maakt echt... Dat geluid maakt het gewoon. Dus ik loop er naartoe. En ik was 6 of 7, er was niemand bij me. Ik loop er naartoe, want ik was fucking stoer natuurlijk vroeger. Net zoals nu nog steeds, gewoon. En ik kijk daarnaar en wat ik me daar besef in dat bos is dat ik sta op de plek waar ik dat ding zag en ik draai me om. Ik zie gewoon een huis. En ik loop naar dat huis binnen en er is verder niemand. En ik heb de hele nacht daar gewoon Weerwolf Willem gekeken. Het was echt de beste avond van mijn leven. Tot op heden. Dus ik dacht, elke keer als ik deze tatoeage zie, denk ik, denk gewoon aan de beste nacht van mijn leven. Dat ik die hele nacht daar Weerwolf Willem heb gekeken. En dat het was zo fucking vet. Dus tot zover het verhaal achter mijn tatoeages. Hopelijk heeft het jullie geïnspireerd om misschien ooit ook zelf een tatoeage te nemen. Ik bedoel, deze tatoeage zal me voor de rest van mijn leven gewoon bijblijven. Ik zal er ook altijd gewoon overheen blijven wrijven, gewoon alsof het echt iets... Hè? Prank. Jullie denken ongetwijfeld, what the fuck? Jullie denken ongetwijfeld, dit is echt de raarste fucking kelvel die ik ooit heb gekeken, denken jullie. Het plan was als volgt. Ik heb tatoeages op mezelf gekregen. Ze zijn allemaal nep. Wat jullie ongetwijfeld al wel wisten. Ik ben echt fucking slecht in deze shit. Ik heb tatoeages op me gekregen. En ik heb, totdat de camera aanstond, heb ik niet gezien wat het was. Ik had geen idee. Ik wist alleen waar ze zaten. Omdat iemand anders het erop heeft geplakt. Maar ik had geen idee wat het was. Dus mijn uitdaging van vandaag was. Om zodra ik de tatoeage zie. Om het grootste lulverhaal ooit bij te bedenken. En ik hoop niet dat er iemand was die dacht. Hey, dit is echt intens. Dit is echt goed. Nee, dit is alles. Alles is nep. Deze is nep. Alles is nep. Oh shit. Dit was echt de raarste video die ik ooit heb opgenomen. Oké, 12.000 likes. Dat is wat deze video nodig heeft om ervoor te zorgen dat er morgen weer een nieuwe video komt. En dat morgen gaat het niet over tatoeages. Ik beloof het jullie.
I love you. Verder maak jij kans op een persoonlijke videoboodschap van mij. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een reactie hieronder achter te laten en te abonneren op mijn kanaal. Want dan, jazeker dames en heren, jongens en meisjes, dan maak jij kans op deze prijs. Volg mij op Snapchat, daar maak ik elke dag de winnaar bekend. De winnaar van gisteren staat ook op mijn Snapchat, dus dat is duidelijk. En ik zie jullie gewoon morgen, hoop ik, als het jullie lukt, om 12.000 likes te halen. Dat is toch ongelooflijk. Doei. Waarom kan ik niet gewoon een normaal gezellig gesprek met deze mensen voeren? Waarom moet het meteen gaan over geile shit, over loopings, over top of bottom? Ha! Wat betekent chems? Wat is... Ik snap gay slang, snap ik niet. C-H-E-M-S. Chems? Chem. Abrikozen, chem. Graag.